Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en wij staan op het punt om hier naar binnen te gaan. In een gebouw. Het is een oud schoolgebouw. Ja, dat is wel echt leuk. Ik kan straks even de buitenkant laten zien. Het is wel een mooie muurschildering. En hier gaan we naar binnen om een fotoshoot te hebben. Marjan die heeft contact met Anouk, is een fotografe. En die wilde al een keer foto's van ons maken. En Marjan wilde graag foto's hebben van ons. Dat we samen gezellig, leuk... liefdevol, zoals we zijn, op de foto staan en wat mooie foto's van ons samen hebben. Ja. En ik als goede vriendje zei natuurlijk stiefschat, dat wil ik voor jou doen. Maar alleen voor jou. Maar alleen voor jou. Dus zijn wij hier in Nijmegen een ochtendje om wat foto's te maken. Dus ik ben ook gesteld en alles wat je gaat zien is gesteld door Myron en gekocht en gefixt door Myron. Dus ik ben heel erg benieuwd. Fotografen gaan we straks even ontmoeten. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Maar ik heb wel heel erg veel zin in vandaag. Dus ik zou zeggen, heb je er ook zin in? Doe even een duimpje omhoog. En dubbel duimpje omhoog. En wat super gaaf is. Oh, over een dubbel duimpje gesproken. Dat betekent dus eigenlijk dat ik dan nu een extra vinger heb. Heb je die robothand gezien? Ja, vet hè? Heel cool. Bijzonder. Dat is dus een robotvinger. Die kan je dan, volgens mij naast je pink was dat. En dan heb je een zesde vinger. Ja. En dan kan je dus nog meer dingen doen. Kun je nog sneller typen, zeiden ze. Ja. Maar ik kan al heel snel typen. Ja, dat hoef jij niet. Dus wat dat betreft, ik heb wel eens een typecursus helemaal uitgetypt. Dus wat dat betreft. Maar goed, dat even terzijde. Oeh, ik zie haar. Ja, ik zie haar ook. Ja, want ze heeft echt de droomauto zowat van Myron. Ja, heel dus, maar dat terzijde, we gaan ook nog iets anders doen. We zijn dus nu in Nijmegen. En wat we ook nog gaan doen... Oh ja, waar stond de teller op? Hoeveel dagen? 30 dagen? Of 29? 39 of 29, 39. Zoiets. Nou, nog ongeveer een maandje en dan is het een Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Let's go, 40 kilometer per dag. Echt boom. Niet dat we daaraan mee gaan doen, maar we zagen daar een bord van hangen. Ooit misschien? Wie weet. Als ik blaren wil op mijn voeten, dan geef ik hem op. Oh ja, ik heb nooit blaren. Dus ik denk serieus dat ik dat misschien wel zou kunnen. Daar ben ik echt jaloers op. Als Myron nieuwe schoenen heeft, dan lopen ze gewoon meteen een paar kilometer. No problem. Ja. En als ik nieuwe schoenen heb, dan hangt het wel vanaf wat voor merk, type of wat dan ook. Dan heb ik nog wel eens last van mijn poten. Ja. In ieder geval, later vandaag gaan we ook hier in de buurt in Nijmegen de motor van mij ophalen. Dus ik heb mijn motorpak achterin liggen. En dan zit er een nieuwe uitlaat onder. Een helemaal custom-made uitlaat van titanium. En dan kan ik ook bepalen wat voor geluid uitkomt. Dus dan kan ik de demper kiezen. Dus het wordt super gruwelijk. Heel erg veel zin in. Ik hoop dat het droog blijft. En laten we even gedag zeggen tegen de fotograaf. Yes. Let's go, let's go. Let's go, hallo. Hallo. Zo fijn. Hallo. Alles goed? Hi, jij zit hier. Enzo. Hi, Anouk. Hi. Ja, ik ben ook echt heel blij mee. Ja, gefeliciteerd met je auto. Dankjewel. Ja, sick. Marjan liet hem zien. Dames en heren, een Porsche GTS. Niet normaal. Heel erg dik. Ook gewoon een krijtkleur, hè. Super gaaf. Echt super gaaf. Dikke wagen, kijk dan. Oeh. Ja, dit vind ik echt een van de mooiste Porsches. Als het aankomt op boxte editie is de GTS. Volgens mij is het de GTS 4.0. Is het wel echt super dik hoor. Damn. Is het een GTS 4.0? Nee. Is het een 2.0 of 2.5? 2.5. Ja, ja, super dik hè. Ja, ziek hè. Ja, echt heel sick. Echt heel gaaf. Ja, alleen... Nu mooi weer, dan lekker dakje. Ja, open. Maar ik heb al zoveel mooi weer gehad. Het is echt zo chill. Ja. Oké, nou we gaan naar binnen. Ik zei die muurschildering, zie je daar zo. Oude schoolgebouw. Dus we gaan even kijken hoe de locatie van binnen eruit ziet. Ik ben heel benieuwd. En dan mooie foto's schieten. Want wat is je expertise? Is dat... En fashion. Portretten en fashion. Ja. En fashion bedoel je gewoon streetstijl, kleding of alles? Ja, of... ja. Ik ben ook al een paar keer nu al naar Parijs geweest met fashion. Oké. Okay. Dan gaan we echt streetstijl schieten. Oh, dat is wel echt de big thing, toch? Ja, dat was fucking ziek. Ja, dat was echt heel ziek. Was fucking ziek. Hey, niet zo schelden in mijn vlog, Anouk. Nee, maar... Hij denkt, ik moet straks voor Anouka lens, dus jij gaat mij nu ook, zeg maar, je collega inbrengen voor jouw lens. Precies, dan doen we het bij elkaar. Ja, ik vind het ook heel gemakkelijk. Oké, okay, nou, komt helemaal goed. Ik zal je niet te veel filmen. Straks als je aan het werk bent, dan film ik nog wel eens. Maar nou, daar zijn we, dames en heren. En dan zie je dus dat oude schoolgebouw met die muurschildering aan de zijkant. En dan kom je binnen hier in een ruimte dat je denkt, hoe kan dit? Hoe dan? In één keer zo ziek gesteld helemaal. Zo clean. Ook gewoon de kleuren eigenlijk die ik aan heb. Maar dat heb jij expres gedaan, of niet? Want ik sta hier nu voor en ik heb zoiets van, ik hoor gewoon met meubilair. Ja, dat is toch hard. Maar zie je die schilderijen, schat? Ja, Myron wil dit al heel lang met mij maken. Ja. Dit zijn namelijk schilderijen met, hoe heet dat? Ja, gips? Gips, ja. Maar die vind ik het mooist. Die gaan we maken, goed? Ja, die ga ik straks eventjes filmen. Eerst ben ik heel erg, ik wil sowieso één foto hebben. Dat je aan de andere kant zit. Juist.
Ja, dat ik die tafel vasthoud samen met dit andere model. Ja. Het is ook naakt, hè? Ja, ik zie het, ja. Ik zie het. Ja, het is wel echt een hele gave locatie, dit. Het is heel tof. Sowieso dat witte is zo fijn, want daardoor lijkt het alles nog groter. Ja, dat is en dan wil je daar eens gaan zitten? Dat is ook wel echt een mooi achtergrond, hè? Dit is een portretje, denk ik zo. Ja, nou, daar was Anouk goed in, zei ze. Hoe fijn is dit? Ja, ik vind die kleuren heel fijn. En dan hebben we altijd net op vakantie geweest zijn. Besef dan onze huidskleur. Ja, dat is ook wel een beetje de reden waarom je dat nu hebt gekleurd. We komen net van vakantie. En dan hebben we een beetje een kleurtje, althans. Hè? Ik heb mijn best gedaan. Hou die vast, dat is... Een vrijheidsfakkel of zo. Hoe noem je dat ook alweer? Zo'n kaars noem je dit. Ja, nee, maar ik bedoel een object in een speelfilm, dat noem je dan een... je hebt zeg maar allemaal objecten, ook in een serie, dan gebruiken ze objecten, dat heeft een bepaalde naam. Dus je hebt de hoofdrolspeler, maar je hebt ook figuranten. En je hebt voorwerpen, en dat heeft dan een bepaalde naam in de filmwereld, in de seriewereld. Geen object, maar een... Jektop. Jektop. Ik heb geen idee. Nee, niet gooien. Niet... Bedoel je een prop? Props? Ja, props, ja. Dat is het, ja. Zie je? Ik heb... Ja, dat bedoel ik echt. Ja, serieus. Dat is geen onzin. Dat is geen onzin, hè. Dat is geen onzin. Zie je, dat is geen onzin. Oh, dit vind ik heel mooi. Ja. Dit is echt heel mooi. Ja, dat is schat. Ja, nee, wow, ik ben serieus, hè. Ik ben serieus. Ik word al gemakkelijk van twee camera's. Mag je als het lukt je mond ontspannen? Heb je iets van vaseline bij je? Ja. Wil je dat nog even een keertje op? Ja. Vaseline. Als ik iets leeg vind, is altijd droger dit op mijn foto. Ja, dat snap ik wel. Ik heb dat ook best wel snel. Wil je ook een beetje? Nee, dankjewel. Je hebt nooit droge lippen. Nee. Ja, en dan mag je eens proberen je mond te ontspannen en je lippen zeg maar een beetje los van elkaar. Ja, eigenlijk dit. Maar gewoon lekker ontspannen, niet geforceerd. Je mag gewoon doen zoals het voor jou gaat. En je mag ook lachen. Ja, dit is dus, dat is wel echt heel grappig. Ik probeer dat wel eens, om zeg maar serieus te kijken op foto's. En dan zegt Enzo ook altijd, jij moet gewoon lachen. Want jouw serieuze gezicht is zeg maar minder mooi dan je lachgezicht. Ja, maar soms als ik in de spiegel kijk en ik kijk zeg maar serieus, dan vind ik het wel mooi. Maar dan moet ik bijna zeg maar zelf in de spiegel kijken en dan mijn gezicht soort van ontspannen houden. Ja, maar dat is het. Het is die ontspanning. Want net keek je ook een paar keer toen je daar tegenover Enzo zat, keek je heel serieus. Dat was heel mooi. Ja, ja. Dus je kan het gewoon best. Ik ook. Ja, super. Wow, dit is echt heel mooi. Ja. Hey, niet lachen, niet lachen. Kijk dan. Dit is echt heel ziek. En die blauwe ogen van je ook. Ja, het is wel echt mooi, hè. Dat lachen. Kijk eens hier. Ja, het is heel mooi, hoor. Ja, het is echt bizar. Ja, super mooi. Ja, heb ik goed gefixt. Maar dan ook met je gezicht. Ja. Kijk hoe mooi je kijkt. Mooi licht, ja. Nee, je bent zelf ook mooi. Dat komt niet uit. Kijk, dit is dan dezelfde maat. En deze is dan een film van de top. Is dat die van Urban Outfitters? Er zit volgens mij heel veel in samen. Hoe lang ga je dit volhouden? Niet. Je moet. Kan ik een hartje maken zo? Ja. Love shoot. Van mijn ogen. Oh, god. Ja, doe die handstand.
Kijk naar jezelf. Boy, yo. Ja, dat komt door die handstand. Ja, je moet heel even wachten hoor. Dit ziet er al een beetje eng uit. Wat heb je nou weer gedaan? Ja. Vanaf nu geen foto's meer. Dat ik zo'n gewoon kan flexen met mijn nieuwe schilderij. Ja. En ook dat je hebt gehuild om hoeveel moeite het heeft gekost. Je levenswerk is af. Eindelijk. En nu even lachen. Ik weet nu als ik dit straks moet editen dat ik helemaal in de scheur lig. Ik denk dat we genoeg foto's met je schilderij hebben. Ja? Ja, denk ik wel. Kunnen we dan nu doen alsof ik fasen maak? Schat! Dat ik een fasenmeneer ben? Een fasenmeneer? Oh, maar dit is wel leuk toch? We hebben alle items hier echt een super. Zo, ja, ik die zo mijn vaas aankijk. Dames en heren, so far so good. Echt top, serieus top. Ook super vet trouwens, heb je echt een hele oude MacBook nog liggen. Helemaal wit, kijk hoe fijn die eruit ziet. Gewoon helemaal in het wit, echt super fijn. Mooi dingetje, echt een oude, maar echt mooi. Tenminste, volgens mij is het een oude. Maar goed, de foto's gaan echt heel erg nice. En de setting hier is echt sick hoor. En Marion heeft het echt heel goed gedaan met alle kleuren uitkiezen. En Anouk die maakt echt hele mooie plaatjes. Dus nou, de dames die zitten de hele tijd op deze manier met elkaar een beetje zo. Ah, dit en dat, zo. Ja, dat is wel een moodboard, hè? Dus dan, Ja, je hebt wel goede voorbereiding gedaan jullie. Ja, dat is ook best leuk. Is dit een nieuwe pose? Ja, het wordt de pose. We moeten even kijken. Ik denk dat het van deze kant wel kan met je horloge. Oh, heb ik iets gesloopt? Nou, ik voel het zo gek dat dit ding op lag. Ja, dat is gewoon een Mentos. Ja, er lag gewoon een snoepje op deze lamp. Dus daar kan ik niks aan doen. Wil je een prop, dat je die vasthoudt? Nee. Nee? Oké. Okay. Ik vind het wel een bijzondere fase ook trouwens. Dat vond ik ook wel. Ik vond het typerend dat je die niet meer pakt. Oké, okay, zet hem op, schat. Wow, met die teentjes ook zo. Wat fijn. Kijk die teentjes. Zo fijn. Oh, ik vind het wel heel spannend hoe je op die stoel zit. Ja? Ja. Ik vind bij jou ook altijd dat je wiebelt. Ja, ik wiebel altijd op twee poten, dat klopt. Wiggle. Ik kan dit dus niet. Ja, maar het is ook wel gewoon, als je zelf alleen jezelf kijkt, ben je best wel geneigd om te letten op de punten waar je niet naar heeft. Oh, hoe is dit dan? Kijk dit. Wiggle. Wiggle, wiggle, tutututututu. Volgens mij kan ik het, ik heb dat nooit gekund. Oh. Oh. Gaat het goed, schat? Ja, dat heel goed. Dulpa. Ik antwoord het goed. Ik wou net zeggen, dat is de verkeerde schat. Maar gaat het goed, schat? Voor de rest hebben we al best wel veel gedaan en is het vooral heel veel sport. Zo'n hele artistieke foto. Ik moet zo vast houden. We hebben met jou al wel heel veel artistieke foto's. Dus tegen Marwen, van ja, Marwen, jij wil heel graag die fotoshoot doen met z'n tweeën. En als jij dat heel graag wil, dan wil ik met alle liefde mee. Dan doe ik dat voor jou. Dus het was echt een beetje een Marwen droom, Marwen dingetje van ik wil graag een leuke fotoshoot samen met jou als stelletje. Maar niet typisch stelletje, maar gewoon een beetje casual of zo. Dus ik zei, is prima, ik ga mee. Maar het wordt steeds interessanter en leuker. En de foto's, het licht, de omgeving, alles. En hoe Marion er nu ook weer uitziet, het is echt niet normaal. Het is gewoon, ik heb de dag van mijn leven. Nou, dit is echt weer een plaatje hoor, niet normaal. Kijk dan, echt super mooi.
keeps it dead in my mind. Leading me on like it's whatever. We could go on, but we should know better. We can go on again. Mooi hoor, schatje. Oké, jij. Portretfoto. We moeten even eerst je haar vinden. Oh ja. Want je hebt een gat en het wou je niet. Mooi dat het nog steeds. Kijk even in de spiegel. Maar er is toch niks raars met je haar? Nee. Sukkel. Ja. Maar nu zit het misschien een beetje te smooth, of niet? Ja. Kijk maar even goed in de spiegel. Schatje. Uiteindelijk zegt hij dat hij het niet leuk vindt, hè? Maar hij vindt het leuker misschien wel. Helemaal niet, dat is niet waar. Nee, maar je vindt het wel, nu we hier zijn, vind je het wel leuk. Je zag er eerst een beetje tegenop, maar nu vind je het wel leuk. Ik zag er niet tegenop. Oh, dat is fijn. Ja, ja, ik bedoel. Ja, wel echt leuke fotografen, ja. Nee, serieus, dat is echt. Jij geeft zoveel complimentjes aan ons de hele tijd. We kunnen ook wel eens teruggeven. Je voeten staan er niet op. Nee, gewoon jammer. Dit is je nieuwe profielfoto, schat. Ja, kom op. Oh, deze is echt leuk. Dat is het Enzo hoofd, hè? Ja. Schat, kijk uit. Je krijgt weer last van je kaak. Oh, straks blijft hij hangen. Ja, daar heb ik wel schat. Ja, dat snap ik wel. Oh, echt leuk, schat. Deze kleuren staan je echt heel goed. Al die jaren mijn best gedaan om mooie foto's te maken. En wat doe ik? Ja, maar gaat je reputatie raad naar mij? Ja, cute. Schat. Sorry. Ja, sorry. Ik moet blijven lachen. Ja. Ik wil eigenlijk voor jou een portret nog één ding doen. Dat is dat je gewoon even op de grond gaat zitten ergens tegenaan. Op de grond. Op de grond was echt. Ja, maar hier mag je ook zitten hoor. Kom maar. Ik kwam op de grond tegen. Je kont is dikker dan je dacht. Ja. Het lijkt alsof je geen onderlichaam hebt. Ja, maar als je precies zo blijft, maar een stukje naar mij toe. Ik ga even kijken. Wow, yo! Ben ik dat? Ja, maar ook die. We hebben nog meer hoor. Ja, dat is wel echt lachen toch? Echt leuk. Ik ben super blij. Ja, ik heb zo goed gedaan. Je bent zo blij. Zo leuk. Wij gaan ons vieren. Applaus voor ons. Hey! Ja, was We snappen het. Oké, dan gaan we nu even alles weer terugzetten zoals het was. Ja, is het goed? No. Dames en heren, helemaal clean, helemaal fresh. Kaboom, we hebben alles weer. Nice. Oké, als het goed is film ik nu Marion. Ik zie het niet, film ik jou? Hey. Hoe kruimeltjes. En wat is er aan de hand? Ja, ik had dus dit gezien. Ik dacht, dan moeten we gewoon even heen. Dat is wel leuk. Maar volgens mij kunnen we hier niet eten. Maar we kunnen het wel even laten zien. Kijk maar. Het is de knollentuin. Dames en heren. Dit is voor jou gemaakt. Het is de knollentuin. De brood en banket natuurvoeding knollentuin. Dat is toch geniaal? Ik dacht, dan kunnen we lekker eten. Maar toen ging ik net verder kijken. Maar ze hebben geen zitplek. Terras of zo. Nee, het is wel leuk om een terrasje te hebben inderdaad. Oké, dan gaan we de andere kant op. Maar wel leuk dat ze een knollentuin hebben in Nijmegen. We gaan verderop. Gele auto. Heel random, maar gele auto. Heel risky ook hoe deze persoon dat heeft gedaan. Kijk dan.
Damn, echt heel risky. Oké, gaan we verderop even ergens lunchen. Dames en heren, we hebben hier een lekkere geitenkaassalade. We hebben een lekker geitenkaasbroodje, lijkt het wel. Is het ook. Nice. En je hebt een lekkere tosti. Heerlijk. Lekker smikkelen. En dan straks, dames en heren, yes! Ga ik mijn motor ophalen. Nieuwe uitlaat. En het zonnetje schijnt nu heel eventjes. Dus ik hoop dat het zo blauw blijft. En dat we dan de motor lekker droog naar huis kunnen rijden. Dit is zo apart, vind ik. Want we rijden nu, let, als je links kijkt, zie je Nederland en rechts Duitsland. En dat kan je hier heel goed zien. Ah ja. Zie je dat? We zitten echt op de lijn van Nederland en Duitsland. En we rijden net in Duitsland. Net. En dan meteen die bordjes en zo zijn allemaal. Ja, hoe ziek is dat? Gewoon links, die bosjes zijn gewoon Nederland. En rechts, wat? Ik heb nog nooit zo erg om het randje gereden. Nee, dat denk ik ook niet. Dat is wel echt grappig om te zien, hè? Daar heb je in één keer zo Nederland. Dat is echt fijn om te zien. En we mogen hard rijden. Ja, in één keer Duitsland, hè? Ja, echt lijp. In één keer gewoon, je ziet ook gewoon best wel veel mensen in één keer naar links gaan en gewoon... Je ziet ook meteen alleen maar Duitse kentekens. Ja. Terwijl je zo dicht bij Nederland zit. Zo fijn dit. Maar ja, straks zijn we weer in Nederland. Want uiteindelijk moeten we ook in Nederland zijn. Maar het is 14 minuutjes rijden. Heel even in Duitsland. Lekker gas geven. Dan zijn we terug in Nederland. Ja. Dus kijken waar we de grens over gaan. We hebben nog wel een klein stukje hoor. Ja, ergens verderop ergens. Kijk, ik weet niet of jullie het zien. Maar hier zie je windmolens met rode strepen. Hiervoor. Maar daarachter... Oh, waar is hij nou? Oh, hij is weg. Oh, hij zit nu achter de bosjes. Daarachter zie je windmolens zonder die witte strepen. En dat is weer Nederland. Ja, daar kan je een onderscheid aan maken. Ja, 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 daar zie je de grens. We rijden er recht op af. Yep. Oh, je bordje. Oh, Nederland! Maar er stond... hier de grens staat. Ja, maar er stond Nederland iets van 500 meter stond erbij. Oh, kijk, deze mensen wonen gewoon echt op de lijn zoals. Ja, kijk, daar is het echte bordje Nederland, zie je? Wat? Ik vind het toch altijd leuk om de grens over te gaan of zo. Wow, deze brug, dit is gewoon de grens. Ja, hier is het bordje Nederland. Wow, besef, je woont hier. Je balkon zit nog net in Duitsland. Oh, dat is echt sick. Ja, nu zijn we de grens over. Ja. Hey, maar dat is zo raar eigenlijk dat je hier de grens over gaat en dat er helemaal niemand is die gewoon beveiliging doet. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat hoeft gewoon niet meer hier. Geen douane. Nee. Ik mag gewoon vrij rijden in en uit. Ja, top toch? Ja, ja, dat is ideaal. Wow. Maar je bent zo altijd gewend als je op vakantie gaat. Je gaat naar het buitenland. Ook al is het dus Duitsland. Maar net zoals als je bijvoorbeeld van Nederland naar België gaat. Dan heb je ook gewoon de snelweg. En dan heb je ook, zeg maar, dat je wel een soort van controlepunten hebt. Maar hier rij je gewoon in een dorpje in één keer. Wow, ja. Kijk al die fietsen in de boom. Oh ja, geniaal. Kunst. Ja, leuk. Ik weet niet wat het idee erachter is. Ook in België hoef je nooit te stoppen of zo voor grenscontrole. Maar je hebt natuurlijk van Duitsland naar Oostenrijk of Zwitserland, heb je wel. Ja. Dan moet je echt langs rijden en dan gaan ze ook echt even zo steekproef altijd mensen ertussen uithalen. Ja, klopt. Ja, we zijn zo goed met de Duitsers en de Belgen. Duitsers, helemaal prima. Precies. Belgen, helemaal top. Maar nog 8 minuutjes en dan zijn we er. Yes! Ik ben erg benieuwd hoe mijn motor klinkt straks. A few moments later. Dames en heren, we zijn er. Yes. Ik zie de motor nog niet, maar die zal dan wel binnen staan. Ik denk eerlijk gezegd dat die gewoon op een brug staat. Want ze moeten die uitlaat natuurlijk erop en eraf doen. Ja, die demper. Zodat je kan luisteren. Ja. Leuk. Gaan kijken. Kijk, daar staat hij. Zo, hij zal nu al veel kabaal maken. Kijk dan. Ja. Wow, is wel veel mooier, hè? Ja, hij is wel echt veel sicker, hè? Ja, hij is echt veel sportiever. Heel nice. Ja, dit is ook vet, hè? Ja. Dus ik heb nu geen voetsteuntjes meer achter. Nee, inderdaad. Die hebben ze eraf gehaald en hebben ze dit erop gezet, zodat die demper erop kan hangen. Ik kan niet meer achterop bij Enzo. Maar ik denk dat dit veel kabaal maakt. Ja. Heel nice. Ja, dit ziet er wel dik uit zo. Dikke knalpijp. Ja, nou, zullen we even laten horen? Ja, is goed. Mooi, joh. Wow, dit is echt ziek, ja. Oh, hij is ook lekker zwaar. Ja. Dat is echt top. Die SCA Project of zo heette dat, geloof ik, die ik had. Die was heel schil. Ja, deze is echt donker. Dat was echt een beetje MotoGP. Oh, dit is ook zo'n SC, ja. Ja, ja, SCA Project, ja. Wow. Wow. Dikker, ja, ik denk
het ook. Ja. Dan komen we toch weer uit op een essay project. Holy shit, er kwam zelfs een vlam uit. Yo, wel dik hoor. Echt bizar. Wat vind je zelf? Of mag dat niet vragen zijn? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk vaker dit soort spul gezien. Ik kijk ook een beetje naar performance en maatvoering binnenin. Ja. Het essay project heeft iets groter doorgang. Dus ook op die R1's, die race motoren, zouden we eerder die zetten, omdat die een grotere doorgang heeft. Dus dat is beter. En iets dieper geluid. Alleen deze staat wel heel leuk. Ja, die staat mooier denk ik, nou, maar die andere is geluid. Ik vind deze misschien iets te lang, die MIF. Oh, nou dan is de keuze gemaakt, toch? Ja, ik vind deze wel echt heel dik hoor. Kerel, wat een ding. Ja, ik vind het echt vet hoor. Holy shit, dat is echt zoveel beter. Wow, dat geluid daarvoor is echt gewoon niks. Vind je deze? Ik vind die andere echt mooi hoor. Ja, dat compacte is wel. Ja, ik zou zeggen, schroef je erin en klaar. Zoals zo makkelijk was. Ja, dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Ja, ik denk dat demper is wel makkelijk. Ja, dat scheelt. Ja, want de hele uitlaat en alles, dat heeft wel even gekost. Maar nu om dit erop te zetten. Ja, en leuke bekomstigheid. Deed mij even pijn. Maar dit is een speciale uitlaat die we hadden hangen van WK Superbike Team. Van Tenkate Racing. Heb ik wel van gehoord. Ja, ik ook wel. Ja. WK Superbike Team. Ja. Dit was het reservesysteem van de wereldkampioen Michael van der Mark. Wow, dat is toch die jongen, die moeder? Nicky Hayden. Hoi joh. Dat was het reservesysteem. Geniaal, ja. Dat is wel echt dik, hè? Ja, dat is geniaal. Omdat er geen ander systeem op paste, zeg maar. Of tenminste... Je moest iets op maat maken. Ja. En dat is mijn vader. Okay. Die krijgt gewoon zo'n systeem van de muur. What? En die gaat het pas maken. Ik zeg, weet zeker, maar de zaag het al inzet. Wow, dat is echt perfect. Nice. Heel dik hoor, holy shit. Maar ja, dat is wel een mooi verhaal erbij meteen. Ja, nu heb je helemaal zin om te gaan rijden. De waarde van die motor gaat omhoog. Nee. Ja, dat is wel echt super dik, dat is wel echt top. Ja, en het is zo dat over een, volgens mij iets van 2 weekjes of zo, dan heb ik de motor genoeg ingereden. En dan is hij misschien ook toe aan de eerste soort van olieverversing. Ja. Bij de 1000 kilometer geloof ik. Ja, 500 kilometer inrijden, 1000 kilometer. Olie vervangen. En dan gaan wij naar Goedhart om de rest van de motor aan te passen. Dus dan komen de spiegeltjes komen op de handvaten, kentekenplaat wordt korter gemaakt. Ja. Oh, hier komt zo'n protectievel ja, op. Mooi, ja. Er komt een ander zadel op. Dus ja, er worden nog wat dingetjes aangepast. Zo, en dan heb je in één keer een hele andere motor. Ja, echt wel. Ja, dat is wel echt dik hoor. Dus hier ben ik heel blij mee. Als je die MIF mooi had gevonden, dan had nog wel een uur geduurd. Wow, je hebt gewoon echt een goede gekozen. Ja, dat wist je niet eens. Bepaalt je keuze dan weer. Ja. Ja. Die MIF had dus nog een uur geduurd en deze is gewoon schroef. Wow. Letterlijk wat ik zei, schroef erin en klaar. Ja, ook echt. Wat fijn. Nou, dan kan je meteen... Heel nice. Een stof op, maar dan waait er wel af straks. Ja. Toppie. Wauw, heel vet mooi. Hoor. Ja, tevreden? Ja, zeker, zeker. Ja, echt boven mijn verwachting. Hij maakt echt goed lawaai en gewoon ja, precies wat ik zei, dat donkere. Ja. Daarvoor was het zo schel en dit is gewoon donker. Dus ja, hier ben ik echt, ja, straks met rijden ga ik het ervaren. Ja, tof. Dan ga je net als mij ervaren dat je na een uur er klaar mee bent, dat je echt oordopjes in moet doen. Dat had ik echt de eerste keer. Dat heb ik, ja, echt nooit. Echt niet? Ja. Wow, ik hoor mijn motor heet het zo hard, dan moet ik echt oordopjes in. Ik vind het echt dik. Nou, beter. Mooi plaatje zo, super, dankjewel. Nou, zal ik hem eens even lekker starten? Doe eens. Hij is aan het knipperen, dus we moeten wel tanken. Oeh. Echt heel dik. Ja, dit is mijn geluid. Echt heel dik. Dit is perfect. Dit is zo vet. Ik ga mijn kleren aan doen. Snel, snel, snel. Ja, dit is echt top. Daar ben ik zo blij mee. Holy shit, damn. Nu snel samen rijden ook. Dan ben ik benieuwd hoe het klinkt als ik achter jou rij. Ja, en we hebben zoveel geluk met het weer, want het zou gewoon de hele dag regenen. Ja, klopt. Daar heb ik ook gisteren opgezocht. En morgen ben ik jarig en zou het ook de hele dag regenen. Maar waarschijnlijk wordt nu morgen ook een mooi weer. Oh, ik hoop het zo. Dat zou wel echt fijn zijn. Ja, dus dat is echt ziek. Ja, eigenlijk bijna altijd met mijn verjaardag is het mooi weer. Ja. En ook al lijkt het geen mooi weer te zijn, alsnog is het mooi weer. En dat lijkt nu ook weer zo te zijn. Ja, over iets van 9 uurtjes of zo ben ik jarig. Dan is het 12 uur. Jee! Ben ik 29! Hey. Nou, ik zal jullie even laten zien de spullen die ik heb meegenomen. Is ja, hetzelfde eigenlijk wat ik altijd heb. Zijn gewoon mijn motorlaarzen, mijn helm en dan mijn handschoenen en onderkleding.
Ja. Ook al ben ik mijn motoronderkleding kwijt, dus hebben we even een reserve meegenomen en dat is de KP Active. Volgens mij heb ik die in deze gedaan. Ja, KP Active en een ski-shirt heb ik erin gedaan. Ja, dat is top. Dus even omkleden. Oké, even omkleden. Komt-ie. Zo, dames en heren. Ik ben er helemaal klaar voor. We gaan er vandoor met de motor. Oh ja, en de eerste stop is dan het tankstation. Ja, ik moet ook tanken. Dat bedoel ik. Dus dat is wel echt top. Daar gaan we. Oh, zo hard geluid. Heel nice. Holy shit. Holy shit. Hoppa, op naar het tankstation. En ik ga lekker achter Maya's kontje aanrijden. Oh, dit is dik, hè. En alsjeblieft, blijf droog vandaag. Alsjeblieft. Oh, hier is het tankstation. Hoi, yo. Perfect. Wat doet Maya? Ik wou net zeggen, meteen het tankstation pakken. Let's go. Oh, dat ruikt zo lekker, hè. Nom. Benzine. Ik denk, man. Dankjewel, man. Tank is gedaan. Hola. Hola. En dan gaan we er weer vandoor. Nu kunnen we in één rechte lijn naar huis. Let's go. Oké, daar gaan we. Hoe lekker is dit, hè? Holy shit. Daar gaan we. Dames en heren, dit is fantastisch. Dit is echt serieus. Holy moly, wat een lekker geluid. Echt fijn. Oh. Let's go. Yes. Holy shit. Oh my god. Let's go, Myron. Wauw. Hey, kijk dan. Allemaal buffels. Of zijn het koeien? Zijn koeien. Oh, dit is echt prima te doen met het weertje. Het is gewoon lekker. Het is gewoon top dit. Nu alleen nog Myron op de motor zetten. In plaats van met de auto. En dan is het plaatje compleet, dames en heren. Holy shit. Ik schakelde over en toen ging die weer knallen. Oh, ik zie een heel, heel klein viadukje. Nou, daar komt hij hoor. Oh. Nou, dan nu komt denk ik het saaiste gedeelte. En dat is snelweg rijden. Alleen maar rechtdoor. Gelukkig heb ik muziek op. Dus gaan we lekker muziek luisteren. Woo! Let's go!
super mooie Porsche 911 Carrera 4S. Oh, heel dik. Wow, treintje! Treintje! Zo mooi hoe Treintje af en toe eventjes voorbij komt in een vlog. Hè. Voor de mensen die het nog niet weten, de moeder van Mayo heet Treintje. Treintje! Hey, Treintje! Woe! We zijn weer in Zeist. Oh, dat was een snelweg, dames en heren. Eindelijk, we zijn er vanaf. Holy shit. Deze uitlaat, ik ben echt gewoon verbaasd hoe super mooi lekker donker die klinkt. Echt fijn hoor. Oh, dikke sondeer. Helemaal in de verte. Prachtig. Op een of andere manier heb ik daar een soort van sensor voor. Ik weet niet wat het is. Ik zie ze altijd echt zo snel. Meestal ook als eerste. Zo fijn. Mooi ding man. Oh. Daar zijn we, dames en heren. Oi, oi, oi. En? Hoe nice was dit? Ja, ziek hoor. Niet normaal, hè? Echt ziek geluid. Echt ja, ik bizar. Ben echt zo benieuwd hoe het klinkt bij jou vanuit de auto. Ja, ook heel lijp. Ja, gewoon echt fijn, hè? Ja, echt hard. Ik zei al tegen de kijkers, elke keer als Enzo onder een tunneltje doorgaat, dan doe ik zo... Ja, dan zit ik zo gastig in. Zo... Ja, echt top. Ja, niet normaal. Maar gewoon de looks ook. Het is ook echt top. Ja, die uitlaat ziet er echt heel fijn uit. Klopt. Echt heel, heel, heel blij mee. Ja, snap ik. Nice. Lekker gereden dus. Ja, echt, echt nice. Fijn. Ik kan die niet goed doen, want deze zitten aan elkaar. Oh, dat hebben we nog nooit gezien. Hoe kan dat? Ja, dat is voor het circuit. Echt? Ja, want anders dan gaat je pink... Wojo, dat wist ik helemaal niet. Dus dat zit aan elkaar vast. Wojo? Dus ik kan nooit deze doen. Nee, hè? Geniaal. Inmiddels naar de nieuwe woning gereden met de motor, want hij kan er geen genoeg van krijgen. Dus ik ga nu met de auto naar de nieuwe woning, want als het goed is hebben ze vandaag iets gedaan wat we aan jullie kunnen laten zien en dat willen wij natuurlijk ook even zien. Dus ik rij achter hem aan. Ik denk dat hij er inmiddels al is, maar hij zou me appen als hij er bijna was, want hij wou nog eventjes langs Rob, Rob is top. En als hij dan weg zou rijden bij Rob is top, zou hij mij appen, maar dat heeft hij nog niet gedaan. Maar ik denk, ik rijd maar gewoon, want voor mij is het wel veel langer rijden dan voor hem vanaf Rob is top. Dus ik ga er gewoon heen en anders wacht ik buiten wel even of ik ga even naar Milan. Maar ik denk dat het wel goed komt. Dames en heren, we hebben een tunnel. Oi. Holy shit, niet normaal. Dat was ziek, hè? Ja, dat was echt ziek. Je bent blij, hè?
Holy moly, niet normaal. Maar kijk ook wat voor weer het is. Ja, lekker motorweer gewoon. Het is echt bizar. Kijk, je bent nu met de auto weer naar de nieuwe woning. Klopt. Maar op zich, motor had ook gekund. Ja, klopt. Had je wel alles aan moeten doen. Ja, dat was het. Dit is wel even lekker makkelijk. Maar als het goed is, hebben ze beton gestort. Als het goed is wel, ja. Je hebt nog niet gekeken? Nee. Oh, ben je er nog niet zo lang? Nee, 3 minuten of zo. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Oh, dit was echt dik, hè. Holy moly. Ja, echt heel sick, hoor. Je kan nog niet geloven helemaal. Nice. Echt heel nice. Dit is gewoon een soort van je eigen verjaardagscadeautje dan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Morgen jarig, dit is jouw eigen verjaardagscadeau. Maar ik vind ook serieus cadeautjes niet altijd leuk om te krijgen. Nee, hè? Ik vind het leuk om te geven, dat is echt zo. Ja, dat heb ik ook wel een beetje. Ja. Vroeger was het anders. Want dan had ik het gevoel dat ik niet zoveel te bieden had. Oh. Maar nu is het wat makkelijker. Ja, en dan vind ik het mooi om te doen. Het is ook leuk om andere mensen blij te maken met iets. Ja, dat vind ik veel leuker. En vaak is het zo, als ik andere mensen blij maak, dat ik zelf er ook heel blij van word. Ja. Dus dat is wel echt een fijn gevoel. Oké, ik zou zeggen, ik pak de camera wel. Kan jij het slot openmaken? En dan gaan we eens even kijken of het beton gestort is. Als het goed is wel. Het zou vandaag gebeuren. Oké, daar gaan we. Ah, rustig. Ik ben het, Enzo en Marvin. Ja, rustig. Ja, ik zie wel wat, hoor. Zie je wat? Jij niet? Oh, ja. Dit allemaal en daar. Wow, als jij niks had gezegd, was ik hier gewoon gaan lopen. Ik dacht dat het gewoon zand was. Maar kijk, je ziet dat het daar nog nat is. Ja, het is gewoon gelekt, denk ik. Maar daar aan de zijkant is allemaal beton gestort, ja, inderdaad. Ja, piepschuim allemaal. Dat is helemaal volgestort. Ja, en als het goed is op het dak ook. Ja, ik zie het al. Yes! Ik denk dat jij dan het beste de ladder op kan. Ik heb echt trouwens de mooiste nieuwe achtergrond ever. Dit is echt niet normaal. Ja, echt lief. Niet normaal. Hoi, joh, ik zag het al een beetje. Oh, clean, hè? Wauw. Heel clean. Maar we kunnen nog niet oplopen, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, je ziet wel op sommige plekken droog, maar kijk dan. Hoi, dat is clean in één keer, gewoon hè? Alles beton. Oh, ik zou hier zo graag nu op willen lopen. Ja, ik stiekem zo mijn hand erop doen. En dan even voelen hoe dat voelt op het dakterras. Maar dat doen we niet. Dat gaan we over een paar dagen. Ik denk dat het morgen misschien wel kan, hoor. Wow, best wel hard al. Ja, best wel hard al, ja. Kijk, zie je? Ja. Klein beetje. Wow, en dus nu kan je heel duidelijk zien waar het raam komt. Ja, dat zie je heel duidelijk. Ja, daar komt een dakraam, zodat we in de keuken nog meer licht hebben. Wauw, heel nice. Oh, ik zie hier iets. Nee! En daar ben ik blij mee. De kerstverlichting naar beneden gehaald. Hij is losgegaan, denk ik. Ja, een klein stukje. Ja, dus dan gaan maar ja, het fix ik wel. Huh? Wat? Oh, dat is een heel stuk van dat hout bedoel je? Ja. Ja, dat is een heel stuk van de zijkant hier. Oh, dat is dat. Ik zat altijd te kijken, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een heel stuk van de zijkant. Oh, maar wel beter, hoor. Een veranda. Dit is wel echt fijn nu. Over een paar dagen kunnen we daar zo lopen. Kunnen we daar al even een keer gewoon een stoeltje neerzetten. Gewoon even voelen hoe dat voelt. Ja. Dit is de enige waarom we hierheen zijn gegaan. Ja, gewoon voor het beton. Om beton te bekijken. Verder is er inderdaad niks zo gedaan. Zo fijn, ga gewoon beton kijken. Ja, maar dat is toch leuk? Ook voor de kijkers. Want hier gisteren waren, het was er niks gebeurd. Ja, nou ja, bedrading. Maar... Ja, dat klopt. Ja. Maar niks, geen zichtwerk in ieder geval. Ja, ziek. Mooi beton. Ja, leuk, mooi. Super. Ja, echt gaaf beton. Ja. Mooi gedaan. Dan ga ik weer lekker naar huis rijden. Ja, let's go. We kunnen ook wel via de voordeur. Nee. Dat wil niet. Oh, kan wel. Hola. Bye. Doei. Boom. Daar zijn we, dames en heren. Lekker smikkelen. Oeh. Lekker. Oh, je beet hem door. Je moest zo... En dan krijg je hem zo tegen je voorhoofd, zo klonk. Ken je dat? Dat je zo'n spaghetti te snel doet en dat die strook zo klang. Nee, dat ken ik niet. Nee, ken je dat niet? Nee. Dat is leuk, hoor. In ieder geval, Bas. Even lekker smullen, hè? Dat bedoel ik. Oh. We gaan even Sonic 2 kijken, dames en heren. We zijn van de films de laatste dagen, hè, schat? Dat vinden we leuk, vinden we gezellig. Weer. Ja, lekker films kijken. Ja, komt omdat onze series afgelopen zijn, dus gaan we filmpjes kijken. Superleuk, Sonic 2, dus die heb ik net gekocht. €15. Eigenlijk is dat veel goedkoper, hè? Maar en hier is het ook een soort van bioscoop. Want de box die ik heb is echt niet normaal. En we hebben dus even lekker eten. We hebben wat wok. Dus eet smakelijk. En veel plezier met de film kijken. Eet smakelijk, maatje. Ja, toch? Jij ook. Dankjewel. Dames en heren, je gaat het nooit geloven. Maar ik zette opeens de film op pauze. En toen zei ik tegen Marjan en Bas, ik weet niet van jullie, maar ik ga even vissen. En toen zeiden ze, wat? Wat ga je doen? Toen zei ik, ga vissen. Huh? Zomaar? Ik zei, ja, ik heb zin om te vissen.
Het is 8:00 in de avond. De zon gaat pas onder om 10:00 in de avond. En ik heb zin om te vissen. Dus dit wordt de eerste gooi. Zo random, bro. Waar gaat ie? Wat? Wat een gooi, wat een gooi. Nu beter, we hebben ook heel veel tijd. Oh, ik vind het weer zo spannend. Ja, serieus. Ja, het is echt een super mooie dag, hè. Het stroomt wel een beetje hard hier zo. Ja, niet normaal. Nou, de eerste worp heeft niks opgeleverd. Wat? Oh. Tegen de muur. Tegen. Denk je dat ik iets gevangen vandaag? Ja, ja, ik heb bol. Ja, ik heb... Nee, joh. Bro, ja, ik heb beet. Oh, mijn. Holy shit. Wat een timing. Mooi, joh. Ik heb hem, kijk. Oh, mijn god. Super mooi. Holy shit. Bro, wat een timing. Mooi, joh. Kijk dan. Holy shit. Lekker, man. Oh, dit is mijn tweede gooi, toch? Zo snel, ja. Dit... Oh, het zit in een spin. Yo, kat in het bakkie, man. Lekker, bro. Lekker, bro. Oh, yo, zo snel. Weet je wat mooi is? Ik vind ik zo lief van jou. We zaten net in de auto onderweg hier naartoe. En Bas die zei van, oh, ik heb er zoveel zin in. Ik heb helemaal de kriebels. Want ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om zelf te vissen. Maar om mee te gaan, jou te helpen, te filmen. En dan gewoon zo van, oh, we gaan wat vangen straks. En dat, die spanning. Bro, ja, zo goed. Ik vind goed dat zo mooi dat jij dat deelt met mij. Ja, man. Bro, Daniel is al trots op die zijn, bro. Kijk hoe sick het is. Kijk, het aasje zit er al uit. Oh, sick. Zie je dat? Ja, gek. Oh, dit is een goeie. Oh, joh. Nee, joh. Hij doet helemaal lijp. Oh, joh. Oh, joh. Oh, hebben gestoken, bro. Holy shit. Nee. Hebben gestoken, man. Hoe durf je me te steken? Waar doet hij dat mee? Ja, met zijn rugvin. Holy shit. Fuck, sterk. Juist. Oh, joh, gek. Let's go, bro. Oh my god. Hij is van mij. Yes, baby. Oh, yo. Let's go. Kijk hoe ziek, gek. Ja, lijp, hè? Oh, yo, die tando. Oh, bro, niet weer. Ziek, hè? Oh, yo. Echt ziek. Hij ziet er ook fucking lijp uit. Is een mooie, dit. Ja, echt een mooie. Ja, echt heel ziek. Oh, yo. Oh, oh, zwem terug. Ja. Ja, hij zwemt wel, hij zwemt wel. Ja, lekker. Deze was sterk. Zo. En hij was niet rustig. Echt, hè? Kijk dan. Holy shit. Zoveel slijm. Oh my god. Kijk, en daarom had ik die vuilniszak meegenomen voor dat net. Want als ik dat net zo nat in de auto achterin leg, gaat het stinken, jongen. Slim. Nu deze even uithalen, dan kunnen we weer vissen. Derde woord. Lekker gegooid weer. Nice. Als je er nu weer een hebt, hè, dan... Nu ga ik het weer... Huh? Hoor je dat? Ja. Huh? Ik hoor iets, bro. Kijk, hoor dan. Er loopt iets aan de overkant. Zie je dat? Waar? Daar, echt rechts voor je. Is dat een rat of zo? Nee. Toch vind ik het altijd spannend om te vissen zonder Daniel. Ja, hè? Ja, want hij is zeg maar echt de expert, weet je wel. Soms kom je in situaties terecht dat je gewoon Daniel nodig hebt eigenlijk. Ja, klopt. Ja! Nee, joh. Nee, joh. Oh, mijn god. Oh, wat een takkenzooi. Tak, bro. Gaat dit weer door? Ik denk dat er echt niemand is die zoveel takken heeft gevangen dan jij dit jaar. Denk ik ook. 1 hour later. Tweede plekje. Ik ben benieuwd. Het ziet hier wel een beetje vies en ondiep uit, maar... Het ruikt ook een beetje vies. Ja, nou ja, je weet me nooit. Ik ga het gewoon proberen. Yo, yo, pas op. Ik stond precies in die schijt. I know. Kijk. Oh. Ja, wel chill dat je mij even waarschuwde. Geen probleem, hoor. Zou heel rot echt een strontstreek zijn om mij er ook te laten intrappen. Hij heeft me gewoon hierheen gegooid. Ja, ik denk dat het oprecht een beetje te ondiep is hier. Yeah. Ik denk dat we van hier daarin gaan. Ja, mooie zonsondergang gewoon. We zijn er live bij. Mooi, hè? Ja, joh. Oh, joh, wat doe je, bro? Ga je onderdoor? Echt, hè. Oh man.
mensen. Ik wist niet dat ballonnen opblazen zo gevaarlijk kon zijn. Ik weet niet of jullie het zagen in de timelapse. Maar die ballon die knapte in mijn oog of zo. Ik weet niet, hij knapte en het was echt... Kijk mijn hele oog, hij is helemaal rood. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar ik zie gewoon een beetje wazig. Oké, het kut is dus nu dat ik Enzo niet kan bellen. Want het is en een verrassing voor hem en hij is net gaan vissen. Dus ik kan niet zeggen, er is een ballon in mijn gezicht knap, want hij weet het niet. Maar wel echt bizar hoeveel pijn het eigenlijk doet en hoe slecht ik mijn oog open kan krijgen. Jullie zien het waarschijnlijk ook wel. Zo'n traanogen, maar ook gewoon een loopneus. Alles tegelijk gewoon. Echt verschrikkelijk. Ik was gewoon die ballon aan het opblazen en ineens knapte die gewoon hier voor mijn gevoel. Ik heb wel eens vaker ballonnen opgeblazen. Maar dan knapt die en dan heb je meer last van je oren omdat die knal dan zo hard is. Maar nu kwam die echt gewoon precies in mijn oog. Het wordt wel al iets beter moet ik zeggen. Maar als ik beide ogen helemaal open moet doen, dan doet deze wel een beetje pijn. Zo stom. Maar goed, het gaat vast snel over. Ik ga de verrassing verder voorbereiden, want anders dan verspil ik te veel tijd. Oké, wat ik nu dus gedaan heb, ik heb ballonnen opgeblazen. Ik dacht, dat ziet er wel leuk uit. Ik had eigenlijk een heliumtank gekocht, maar dat zie je ook in de timelapse. Na letterlijk 4 ballonnen was hij leeg. Dus ja, anders had dit allemaal op het plafond gezeten. Helaas, nu maar 4. Maar ja, 4 is gelukkig wel en zo'n geluksgetal. Dus prima. Dit ziet er ook leuk uit, vind ik. Maar dan nu gaan we naar mijn cadeau. Ik ga jullie gewoon alvast een sneak peek geven van wat het cadeau is. Ga ik dat doen? Ja, denk het wel. Nee, denk het niet eigenlijk. Misschien dat jullie het nu al gezien hebben. Nu hebben jullie een sneak peek gehad. Ik wou hem eigenlijk in elkaar zetten en daar ook een timelapse van maken. Maar ik denk dat ik dit bewaar voor de vlog van Enzo natuurlijk. Ja, dit is ook voor de vlog van Enzo, maar dat als hij filmt. Zodat jullie meteen zijn reactie erbij hebben. En dat lijkt me toch leuker. Dus ik ga dit, als jullie het nu gezien hebben, ga ik in elkaar zetten. En dan zet ik dat hier neer. En ik heb nog, even kijken, 3 of 4 andere cadeautjes. En die krijgt hij dan echt morgen. Maar deze wil ik eigenlijk vanavond om 12 uur, als hij dan zeg maar de kamer binnenkomt, dat hij dat cadeau ziet. Dat vind ik wel echt superleuk. Dus die ga ik nu in elkaar zetten en dan zien jullie dat later in de vlog. Oh, dit is zo ziek bro, waar we nu lopen. Ja, dit is een mooi plekje. Ja, hè? Oh, shit. Lekker romantisch met z'n tweeën. Ja, hey, love bro. Oh, dit is echt ziek. Ja, als we hier zo uitlopen en we gaan naar rechts, dan komen we bij die brug. Perfect, let's go. Bro, ik heb zo'n goed gevoel. Kijk dan. Ja, dit is weer hetzelfde water als waar we net vandaan komen. Dat is echt zo chill. Ik denk dat ik meteen precies hierheen ga. Hop. Oh, ik heb het zo warm, bro. Dat is echt niet normaal. Dat is niet normaal, hè. Lijp. Als die jas uitgaat, dan weet je wat er gaat gebeuren. Echt, hè. Pet achter z'n voren. Echt zo'n Pokémon trainer, bro. Ja, die voordat die battle gaat, dat je eerst zo loopt en dan begint die battle. Yeah. Klaar voor? Ja. Wow, perfect. Dat zijn ze. Ja, daar. Oh, kom, kom. Snel. Ik zag daar wat. Ja. Lekker, bro. Bro, vang er eentje voor de vlog. Dat is leuk. Nee! 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 Ja! Oh! Oh, kan je het net pakken? Oh ja! Let's go, bro! Oh mijn god! Hier, het hele dorpje mag weten dat we hebben gevangen! Oh joh! Kom maar bij papa. Ja, het is een hele. Niet zo, echt dan. Weer. Ja. Lekker bro! Nice! Hoppakee! Oh joh! En ik zei dan: doe het voor de vlog, bro! En in één keer pap! Echt hè? Oh, hij smekt hier, bro. Kijk, bro. Het is er eentje, hè? Heel ziek. Yes! Hoe fijn is dit? Oh, joh. Oh, joh. Oh, zijn maatjes zijn boos, bro. Oké, kun je een plaatje schieten? Ja. Ga proberen nog eentje te vangen. Maar dit is een mooie lange weer. Oh, heb jij je telefoon? Mijn is leeg. Oh ja, hier, die rits. Welke, deze? Ja. Nee, rits bro, dat is klittenband. Bro, ik raak helemaal in de stress in. Die vis bro. Ik laat jou opeten. Waarvoor? Ja. Dat is zo heel rustig allemaal zwemmen, hè? Oh, lekker maat. Yes.
Hele bijzondere aanbeet dit. Ja, ik dacht dat ik een tak had namelijk. Ja, ik dacht ook. Hey, je was helemaal niet enthousiast eerst. Nee. Ik dacht dat je ook liep te fucken. Nee, ik dacht echt dat ik een tak had. Hoi, joh. Even kijken of mijn aas nog intact is en dan ga ik proberen nog eentje te vangen. Jij speelt wel met die woorden, intact. Op naar nummer 3. Oh. Denk je dat we nog één kunnen vangen? Ja, denk ik wel. Ja, denk je? Ik denk dat je er nu nog eentje van Marlon moet vangen. Ja, je gaat Marlon erbij betrekken. Ga je extra je best doen. Recht vooruit. Oh, perfect. Perfect. Oh. 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 Wat gebeurt hier allemaal? We zijn ready, bro. Ik denk die laatste brug daar in mijn huis. Denk het ook. Piep, 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 piep. Oh, zo. Ja, dat ging me net goed. Goed zo. Ja, daar zit hij. Ja? Ja. Ah. 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 Heb je één? Nee, ik zat vast denk ik. Denk weer. Oké, dames en heren, die brug daarachter, dat is het laatste wat we gaan proberen. Dan gaan we naar huis. Het is bijna 10:30 geloof ik. Ja, hoor joh. Het is alsnog wel echt licht. Echt, hè? Ja, dit is de laatste brug die we gaan proberen. 1, 2, ja. Ho, mooi. Weet je wat ik me nu realiseer, bro? Ja. Dat we weer helemaal terug moeten lopen. Want je kan er hier nergens uit. Echt? Zie je? Ken me, je hebt nergens een uitgang hier. Of daar misschien. Allemaal water. Zo. Ja, allemaal troep, man. Niet normaal. Allemaal drerrie. Allemaal drerrie. Zo, hier is er eentje. Kijk, zie je die bubbeltjes hier? Ik denk dat deze echt vast zit. Uh-oh. Oh nee, wow, joh. Oh, lekker bro. Oké, dan is het ook gewoon klaar nu. Ja, zo'n waarschuwing. Ja. Het is over, klaar. Ja, nou, toch lekker 2 visjes gevangen. Ja, echt hè. Zo op de avond. Gewoon positief blijven. Ja, bro. Gewoon 2 visjes hè. Vorige keer gingen we de hele dag vissen, hadden we er iets van 6. Ja, en nu gewoon even 2,5 uur. Ja. 2, lekker bro, dankjewel. Lekker maatje. Lekker, nu gaan we nog teruglopen. Ja. Zo. Nice. We lopen wel van hier. Ja, misschien dat dit, nee dat is niks inderdaad. Maar wel mooi dit hoor. Ja, het is wel fijn dus. Ja. Oh bro. Het is fijn dat je dit. Kijk, je kan het op de camera zien, maar het is groter dan je denkt hoor. Ja? Ja, het lijkt alsof het niet normaal is. Kijk, hier moet je niet intrappen. Zal ik eens de eerste sprong wagen? Ja, ga je dat doen? Ja, dat zou ook daar landen. Jij gaat het echt doen? Ja. Ja, ik denk dat het wel te doen is. Ja, bro. Oké, en nu, hoe doen we dat nu met de camera's? Tot waar kan ik lopen? Oh, tot hier. Oké. Ik kan je camera aanpakken. Ik denk het wel. Je kan nog iets meer naar voren. Ja? Oh ja. Ja. Heb je hem? Ja. Goeie, joh. Ja, goeie. En dan deze. Stinkt hier wel naar poep. Ja. Goeie, joh. Gek. Heb je hem? Ja, man. Geen natte voeten, hè? Nee. Nice. Lekker, bro. Lekker, man. Heerlijk. Zo, slow springen op de late avond. Echt, hè? En gewoon geklept. Ziek. Ah, op naar de auto. Boden toegang. Oh, hoi joh. Ik wou even iets opbergen. Wow, dit is spannend. Is het een escape room? Nee. Maar je bent al niet jarig, hè? 12 nee. uur. Damn. Je vroeg net aan mij. Krijg je mijn cadeautje om 12 uur of morgen? Ja. Toen zei ik morgen, maar ja, 12 uur is ook morgen. Dat is... Hoor ik nou iemand? Klopt. Ik heb een stripper ingehuurd. Nice. Wil je even die lamp fixen? Ja, hoe doe je dat dan? Ja, gewoon een beetje duwen. Oh, stom. Ja, nice. Oh, damn. Ik doe uit. Wow, 12 uur. Hoe laat is het nu dan? Ja, weet ik niet. Ik heb geen telefoon. Waar is die? Nog 52 minuten. Nog 52 minuten, je hoort het. En dan krijg ik een cadeau dus. Misschien. Ja, dus. Weet je niet. Ja, nog 52 minuten. Je weet helemaal niet wat er achter de deur zit. Ja, in een escape room. Nee. Dat dacht ik echt toen. Ja. Wel een beetje die vibe, hè, met dat papiertje zo. Ja. Het is op dit moment 11:15 en ja, nog een kwartiertje ben ik jarig. Bas gaat vandoor. Yes bro. Dus gaan we. Gefeliciteerd, geniet ervan. Dankjewel, gaat goed komen. En ik ga lekker naar huis. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat mij goed gaat verrassen. Ik weet het wel zeker. Het is wel spannend. Het is echt wel even leuk om dat met z'n tweetjes te doen, 100%. Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Nog een kwartiertje en dan mag ik de kamer binnenlopen. 5, 4, 3, 2,
Hey. Ik ben 29 en ik voel me meteen anders. Nee, toch? Nee hoor. Gefeliciteerd. Ik ga naar slaap nou! Oké, en nu? Ja, er was geen toegang mogelijk tot 00. Het is nu 00, hè? Hey. Dus je mag naar binnen. Ja? Is mijn cadeautje daar? Ja. Oké, dan gaan we, dames en heren. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Verboden toegang tot 12 uur. Dit is weer een cadeau. Eigenlijk heb ik elk jaar op jouw verjaardag een cadeau die je gewoon echt niet verwacht. En die je nooit zou kunnen raden als je gaat raden. Oh, maar ik mag nu meteen mijn cadeau? Ja. Oh, nice. Oké, ik ga het doen, ja? Ja. 3, 2, 1. Een hangmat? Oh, die kaarsjes, dat ze nog aanstaan. Een hangmat van Knolpower. Wat? Jij bent echt zo random altijd met cadeautjes. Hoezo? Dit is toch chill voor een nieuwe woning? Ja, tuurlijk is dat super chill, maar random in de zin van... Als ik mijn verjaardagscadeau ga opnemen voor jou, een massagetafel, een hangmat. Ja, maar we gebruiken het wel. Ja, ik vind het super leuk. En hier een brief. Hé, maar hij is voor Job. Ja, mijn jarige Job. Oh. Wow, ik wil deze wel eens even testen. Ik heb ook nog niet echt getest. Ik heb hem in elkaar gezet hier en past hij eigenlijk ook niet. Oh, je hebt wel leuk gedaan hoor, zo met de ballonnetjes allemaal. De helium was na 4 ballonnen op. Wat? Ja, maar op bed was ook leuk hè. Wow, yo. Ja, wow. Ik heb de extra grote gedaan. Dit is wel echt ziek hoor. Voor bij de nieuwe woning. Hier kan je met z'n tweeën in liggen. Ja, dat denk ik ook wel. Alleen kijk, hier, dit kan je ook nog aantrekken. En dan heb je een soort van bedje of zo. Maar ik heb daar niet mee geëxperimenteerd. Ik dacht, dat moeten we maar later doen. Ja, ik denk dat dat wel chill is. Ja, want dan lig je er een beetje zo in. Ja. Klopt. Ja, zo ja. Dat is wel fijn hoor. En je kan hem ook strakker doen, want hij zit hier nu op de haak. Maar je kan nog twee verschuiven. En sowieso kan het touw korter natuurlijk. Maar dit stof is outdoor stof. Dus je dit mag gewoon buiten laten? Ja, dit mag gewoon nat worden. Je moet uiteraard niet gewoon de hele winter laten staan. Maar als het in de zomer bijvoorbeeld de hele zomer staat, dan is prima. Ja, het is vet dat de knophouwlogo er ook op staat. Dat is toch mooi? Ik vind dit al heel tof. Mag ik deze nu opmaken? Ja. Hoera! Hey schatje, gefeliciteerd met je 29ste verjaardag. Op nog heel veel verjaardagen samen. I love you. Is toch lief? Er zit geen geld in. Oh sorry, ik moet het alvast vergeten. Moet het nog even in doen. Nee, super lief schatje. Ja, nou dit is je eerste cadeautje. Oh? Die krijg je van dus nu. En dan nu gaan we lekker slapen. Dit was in wel het meest originele cadeau. Ja, ik vind het heel origineel. Ja echt toch? Wel. Ja, ik ben heel moe, sorry. Maar ik vind het heel origineel. Zeker. Ik had het niet verwacht. Nee, maar dat vind ik ook leuk. Totaal niet verwacht. Maar dat gaat ook leuk worden met jouw verjaardag. Jij gaat er ook Ja, maar je moet daar nu nog niet over beginnen. We zijn nu met jouw verjaardag bezig. Ja, maar ik wil snel naar jouw verjaardag gaan. Waarom? Ja, dat vind ik veel leuker. Ja, ik vind dit leuk. Maar besef hoe groot die is. En dat je zo'n lekkere kussen hebt voor je bij je hoofd. En straks bij de woning in de tuin. Ik vind hem ook echt heel mooi. Deze heb je dus zelf in elkaar gezet? Ja. Was dat makkelijk? Ja, je kan hem ook heel makkelijk uitkalen. Er zit ook een tas bij. Kan je het in die tas doen? Goeie joh. Ja, is echt top. Nice, schatje. Echt heel nice. Vind je hem mooi? Ja, ik vind het super lief. Ik had het totaal niet verwacht, maar ik ben er heel blij mee. En deze dit is voor een nieuwe woning gewoon, hè? Ja, en hopelijk kunnen we daar deze zomer nog een beetje van genieten daar. Ja, echt. Ja, ik vind hem echt mooi gelukt. Het zit gewoon helemaal erin, hè? Ja, hij is echt groot ook. Ja, ik had gewoon de grootste gedaan. Ik dacht, dan kunnen we met z'n tweeën erin. Ja, super lief. Dankjewel, schatje. Alsjeblieft. Blij mee. Mooi zo. Kom hier. En dan morgen, als je echt jarig bent. Dankjewel. Dan is het helemaal jouw dag, hè? Mag je bepalen. Ja, want wat gaan we morgen doen dan? Ja, gewoon iets of leuks. Of nou vandaag dan, zeg maar. Gewoon iets leuks. Oké. Okay. Dus dan moeten we ergens heen? Een soort van, ja. Oké. Okay. Gaan we deze laten staan? Wil je hem niet uit elkaar halen? Ja, die kunnen we wel laten staan. Ik ben echt heel moe. Ja, we gaan toch lekker filmpje kijken. Lekker slapen, ja. Want morgen moet ik ook redelijk vroeg op om jouw cadeautje... Hij gaat gewoon op zijn verjaardag gaat hij weg om een cadeautje voor mij te regelen. Ja, die ik dus op jouw verjaardag 12 juni pas ga geven. Ja. Ja, dat moet gewoon geregeld worden, maar... Dat is
gewoon belangrijk. Dames en heren, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Als jullie me al hebben gefeliciteerd, dan heel erg bedankt daarvoor. Ik ben officieel dus nu pas jarig, maar de vlogs lopen altijd 2 dagen voor. Dus de verjaardagsvlog, ja, die komt dan later dan echt 8 juni. Die komt dan 10 juni online. En 10 juni is mijn moeder jarig. En 12 juni is mijn jarig. Dus, maar dan weet je... Ah! Gek! Jeetje! Holy shit! Jeetje! Gefeliciteerd! Dankjewel! Jeetje, Mina! Wow! En, oh ja, en ik heb voor me... Kusje! Dankjewel. Confetti hoort er ook bij, hè? En ik heb voor mezelf eigenlijk al een cadeau gekocht. Want dat is eigenlijk iets wat ik gewoon het liefst gewoon doe. Ik hoef van niemand een cadeautje. Ja, ja, ik vind van Mayon echt altijd heel lief, hoor. Schat, maar ik zeg altijd tegen Mayon... Vind je hem echt leuk? Ja, ik vind het echt leuk. Ik zeg altijd tegen Mayon dat ik niks hoef en dat ik helemaal blij ben. En ik vind het altijd leuk om dan zelf een cadeautje te kopen. Dus ik heb voor mezelf een cadeautje gekocht en die ligt hier. Die is toevallig ook gewoon serieus vandaag binnengekomen. Ja, beter. Dus en ik heb hem nog niet uitgepakt, maar ik heb een Galaxy Book Pro 360 gekocht. Moet ik hem nu opmaken? Nee, ik denk dat ik dat morgen doe. Op je echte verjaardag. Juist, precies. Dus deze heb ik voor mezelf gekocht. Ik kreeg er wel een 13 inch hoesje bij. Heel raar, want deze is 15,6 inch. Dus het hoesje heb ik al opnieuw besteld. Maar dan 15,6 inch. Ja. Maar dit is dus een laptop, want dit is een hele dunne. Een soort van MacBook-achtige is dit. Tenminste, hij lijkt daar heel erg op. En deze gaat gewoon heel lang mee qua batterij. En dit is geen game laptop. En deze is gewoon veel makkelijker met reizen en beelden versturen. En gaat heel lang mee. En compact, makkelijk, klein. Die andere is ook 17 inch te groot. Is binnen een uur al leeg. Dus dit is echt top. Dus, ik heb nog wel een grappig verhaal. De kijkers hebben het al gezien, want ik had het gefilmd. Okay. Ik had een timelapse gemaakt dat ik die ballonnen ging opblazen. En de allerlaatste ballon, jij vroeg ook aan mij, heb je geslapen? Ja. Mijn oog doet zoveel bij. Knapte die in je gezicht? Ja. Echt? Hij knapt in mijn oog, die laatste ballon. Ik was zo aan het opblazen en op een of andere manier knapte die gewoon zo bam. Ja, want daarom zei ik ook tegen jou toen ik terugkwam, van heb jij geslapen? Ja, maar kijk dan hoe mijn ogen eruit zien. Ja, ze zijn allebei heel tranig. Ja, maar deze vooral. Maar ik klapte niet in die, hij klapte in deze. En deze moet heet het huilen. Ja, echt vaag. Ja, maar ik zou je laten zien hoe het er net uitzag. Ja, was het echt erg, ja, hoor. Ik zou ook tegen de kijkers, ik kan nu ook niet Enzo bellen, want hij weet niet dat ik dit doe. Het is een verrassing. Oei, joh. Oh ja, dit heb ik trouwens ook voor mijn verjaardag gekocht. Nou, denk ik dan. Een nieuwe elektrische zwarte tandenborstel. Hé, hey, hoe ja, vet is dat? Ja, echt mooi. Gaaf, hè? Dus ik heb 2 gadgets voor mezelf gekocht. Een nieuwe elektrische tandenborstel en... een laptop. Je doet het elk jaar. Ja, elk jaar koop ik iets voor mezelf. Ja. Ja. Kijk maar oog. Maar wel echt bizar hoeveel pijn het eigenlijk doet en hoe slecht ik mijn oog open kan krijgen. Jullie zien het waarschijnlijk ook wel. Zo'n traanogen, maar ook gewoon een loopneus. Alles tegelijk gewoon. Echt verschrikkelijk. Ja, inderdaad. Ja, maar het was wel goed dat ik ging vissen, dus dat jij alles nog even kon fixen. Ja, nou anders dan had ik je cadeau gewoon ingepakt en had je morgen zelf kunnen uitpakken. Want ik dacht nu, ik ga het gewoon in elkaar zetten, dat is extra leuk. En dan zet ik het gewoon neer en dan... Heel lief. Maar je gaat er pas van kunnen genieten als het zeg maar zon is buiten en dat je dan zo lekker in dat hangmatje ligt. Dat je denkt zo, dat heb ik het goed voor elkaar. Precies, een mooi cadeautje voor mij. We hebben trouwens ook alle 283 of 286 foto's bekeken van Anouk. Echt beautiful. Echt heel erg waarschijnlijk nice. Waarschijnlijk hebben jullie er nu al een paar gezien op Instagram. Op mijn Instagram, inderdaad. Link staat in de beschrijving. Ik zie jullie morgen om 4 uur. Ik zou zeggen, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ik zie jullie heel graag dus morgen. Niet te feliciteren. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.